Welkom, mijn naam is Danny Wendt. Ik neem je de komende 10 minuten mee in mijn reflectie op het afgelopen half jaar, tijdens mijn studie op de ALO en mijn stage in het primair onderwijs. Even wat kort over mezelf. Ik ben 38 jaar en met mijn gezin woon ik in Doetinchem, waar ik werkzaam ben als judoleraar en buurtsportcoach. Mijn stage in het primaire onderwijs heb ik gelopen bij basisschool Het Noorderlicht. Afgelopen een half jaar ben ik gestart met de opleiding op de ALO en mijn stage in het PO. Tijdens deze periode heb ik me ontwikkeld van judoleraar tot beginnend leraar in het PO. De basis om dit verder te ontwikkelen is gelegd. Ik heb tijdens de stage lesgegeven in 3 vakken aan de groepen 1 tot en met 8. Ik vond dat in beginsel lastig. Tijdens de gymlessen heerst er een andere sfeer en discipline dan tijdens een judoles. Ik voelde me soms onhandig omdat me de kennis ontbeerde over de diverse leerlijnen. Dit betekende voor mij dat ik mijn lesgeefstijl moest aanpassen. Judo is geen gymles en andersom. Daarnaast vergde het voor mij extra tijd om mijn lesvoorbereidingsformulieren voor te bereiden en om de extra kennis op te nemen. De aanpassingen in lesgeefstijl en verdieping en kennis bieden mij veel voordelen. Ik ben me daardoor gaan ontwikkelen en ben nu in staat een goede les en veilige les in het SBO te verzorgen. Wat ik wil blijven voorzetten is de ontwikkeling op kennisniveau. Ik wil me meer verdiepen in de leerlijnen en de koppeling naar de leertheorieën. Ik heb tijdens mijn stageperiode gebruik gemaakt van de actieplanpiramide. Hierin heb ik 2 doelstellingen geformuleerd. Enerzijds het inzetten van mijn stem. Dat was vaak te luid, dus ik wou zachter gaan praten. En mijn uitleggen moesten korter en bondiger. De 360 graden reflectie is tot stand gekomen door medewerking van mijn stagebegeleider Sanne Schenning, mijn collega buurtsportcoach Luc Vermorken en schoolleider van het Noorderlicht Rick Wolsink. Er is feedback gegeven op de onderdelen kwaliteiten, talenten, competenties en vaardigheden, communicatie en blinde vlekken. Ik heb de feedback samengevat en kom tot de volgende conclusie. Danny's kwaliteiten liggen in het enthousiasmeren van de doelgroep, zowel leerkrachten als leerlingen op een respectvolle en passende manier. Hij is creatief in zijn lesarrangementen en benadert de leerlingen op hun eigen niveau. Competenties en vaardigheden. Danny heeft inzicht in de motorische ontwikkeling van de motorische vaardigheden en wil hier systematisch sturing in geven. Daarnaast is Danny didactisch sterk ontwikkeld in zijn les en leiding geven voor de klas. De communicatie met Danny is functioneel en enthousiast. Wel mag het allemaal wat korter en bondiger. De valkuil hierin voor Danny is dat hij te snel en te veel wil in een te korte tijd. Soms is er even wat meer tijdig voor anderen om iets te verwerken. De blinde vlek. Je hebt voldoende passie, dat straal je uit. Je verhaal en plannen zijn goed. Geef het voldoende ruimte voor iedereen om aan te sluiten. Tijdens de volgende 3 praktijkvoorbeelden laat ik zien waar ik tijdens mijn stage in het PO de koppeling heb gemaakt met de theorie van Vygotsky. In het eerste voorbeeld heb ik een touwzwaaiarrangement zo ingericht door te differentiëren met zwaaiafstanden en hoogtes. Zo kan iedere leerling instromen op zijn of haar niveau. De leerlingen worden extra uitgedaagd door het pittenzakje te mikken in een van de hoepels. In het volgende handstandarrangement laat ik zien dat kinderen op verschillende niveaus kunnen instromen of doorstromen. Tijdens het laatste voorbeeld, waarbij de verbetering van de oog-handcoördinatie centraal staat, kunnen leerlingen op diverse niveaus instromen. Door te differentiëren in het parcours, maar ook in materiaal, door de keuze aan te bieden in verschillende soorten ballen en ballonnen, en de keuze uit de bal stilleggen of stuiteren. Tijdens mijn lessen maak ik gebruik van verschijningsvormen. In de komende 4 voorbeelden laat ik zien hoe ik dit in de praktijk heb toegepast.
Dat zag jij het? Ik vond het zeer interessant om de theorie van Piaget te lezen. Als vader van 3 kinderen, in 3 verschillende fases, kon ik veel punten herleiden naar de praktijk. De koppeling naar de praktijk laat ik in een 3-tal voorbeelden zien. In het eerste voorbeeld zitten de leerlingen duidelijk in de pre-operationele fase. Ze zijn magisch aan het denken. Pas maar op, anders bijt de krokodil je in je bil. De volgende 2 voorbeelden zijn arrangementen voor leerlingen vanaf plusminus 8 jaar. Dit is de concrete operationele periode. Het eerste spel is Pac-Man, een klassieke arrangement met een aantal simpele spelregels. Het tweede arrangement is een estafette waarbij de leerlingen een Zwarte Piet moeten construeren. Dit door materialen naar de overkant te brengen, terwijl het voorbeeld alleen bij de start ligt. De 3 fases van Piaget gekoppeld aan bordspellen. Memory. Memory kun je goed spelen met kinderen die zitten in de pre-operationele fase. Sterker nog, waarschijnlijk verlies je van ze. Monopoly, de digitale versie, is goed te spelen met kinderen die in de concreet operationele fase zitten. Ik heb na het spelen van Monopoly nog Risk uitgeprobeerd, maar deze moeilijkheidsgraad lag duidelijk te hoog. Een spel voor de kinderen, zoals je nu ziet, in de formeel operationele periode. Tiki-taki. Na schooltijd sporten is een makkie. Het leukste project van het afgelopen half jaar. We hebben veel kinderen bereikt die kennis hebben gemaakt met een breed palet aan sporten. Kinderen die met ons het sportavontuur aangingen op zoek naar de sport die het beste bij hun paste. Gesprekken met ouders om te kijken hoe we het financieel het beste konden inkleden. Welke weg gingen we volgen? De komende weken gaan we op bezoek bij veel verenigingen om te kijken hoe het sporten daar is. De verbinding tussen de lessen lichamelijke opvoeding, de sportmix en de vereniging is gelegd. Maar ook de verbinding met de buurtcoaches van het buurtplein. Om de communicatie met onze doelgroep, de leerlingen in het primair onderwijs, zo goed mogelijk te laten verlopen, hebben we gebruik gemaakt van nieuwe technologieën. In dit geval hebben we voor de projecten ervoor gekozen om filmpjes door middel van vlogs te versturen naar de leerlingen of per digitale nieuwsbrief of in de klas te laten zien. Oh nee, is het al zo laat? Welkom! Zoals je kunt zien hebben we een feestelijke hoed op, want het is vandaag een hele leuke dag. Vandaag krijgt school Hagen het vignet Gezonde School uitgereikt. Welkom dames en heren. Hier is uw vliegende spotreporter. En we zijn vandaag op een hele bijzondere plek. We zullen eens even kijken wat we hier aantreffen. Je ziet hier pionnen staan. En we gaan even wat dichterbij kijken. De doelen voor het komend half jaar. Starten met het lesgeven in het VO, waarbij ik leer lesgeven in 3 vakken en de koppeling maak met de leerlijnen, motorische vaardigheden en de leertheorieën die bij deze leeftijdsfase horen. Het verbeteren van de sportvaardigheden atletiek en turnen, zodat ik voldoende score op de gevraagde competenties. Dit realiseer ik door de trainingen te volgen bij CrossFit Core Personal en gymvereniging Ypsilon. Het verbeteren van mijn communicatie door een betere afstemming van snelheid en verwachtingen en het korter en bondiger maken van mijn boodschap. Het verbeteren van mijn lesvaardigheid in het PO als voorbereiding op het 2e jaar. Dit door verdere verdieping in de leerlijnen en de arrangementen.